Goedenavond gemeente, wij zijn op deze witte donderdag. Zijn wij bezig te lezen uit Lucas. Ik heb me daarop voorbereid om dat ook met u te delen. En dan Lucas 22 met betrekking tot het Heilige Avondmaal. Althans het Pascha. Wij noemen dat nu in de Nieuwtestamentische gemeente Avondmaal, maar het komt voort uit het Pascha. Het is de laatste avond van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Voorafgaand aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat hij de maaltijd met zijn volgelingen houdt. En ik wil het met u lezen uit Lucas 22, vanaf vers 14 tot en met 30. En dan luidt het als volgt. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hem, ik heb er vurig naar verlang dit paasgaan met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij de drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hem met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt en doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie de hand van wie mij verraadt is met mij aan tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. En er ontstaat ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn, maar de belangrijkste onder u moet de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanligt of hij die bedient? Is hij het niet, die aanligt? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. Tot zover de lezing uit Lucas 22. Vorige week, afgelopen dinsdag gemeente, stonden we stil bij de handen en de arm. De hand en de arm van de Heere. En de hand en de arm van de Heere, dat betekent zijn leiding in het leven. Nu kijken we weer opnieuw naar de handen van de Heere Jezus. En als we kijken naar de handen van de Heere Jezus, dan zien we dat zijn handen het brood breken, dan zien we dat zijn hand de drinkbeker neemt en die voorstelt aan de discipelen als het nieuwe verbond in zijn bloed. Dus weer naar die handen van de Heer Jezus. Maar voor we dat gaan doen, zo zei ik bij de vorige overdenking ook al, meditatie, dat achter die hand en achter die arm van God, van de Heere, van Jezus in dit geval, daar zit een hart, daar zit een wil. En die wil, daar zit een verlangen in. En in dat verlangen zit een groot verlangen in. Er staat dat hij vurig verlangd heeft dit Pascha met zijn discipelen te vieren. En dat vurige verlangen wat hier beschreven staat in dit vers
Dat heeft te maken met hemzelf. Met hemzelf, dat hij zo'n genade en barmhartigheid, maar zo zijn volgelingen wil toerusten voor hun geweldige taak die zij hebben straks in de samenleving onder Israël en de volken, dat hij hen wil toerusten en dat hij vurig verlangt. Het verlangen van de Heere Jezus. Er staat in het Grieks een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. Dat mogen we vertalen met begeerte, begeert. En dat werkwoord, dat staat in een vorm, wat betekent dat het zijn effectiviteit niet zal missen. En dat het een gebeurtenis is die eenmaal heeft plaatsgevonden en die voor altijd en eeuwig, zou ik bijna zeggen in dit geval, stand zal houden. Dus met begeerte heeft hij begeerd. En aan u, om met u, en dat staat in het Grieks in een meervoudsvorm, dat mogen we ook vertalen met jullie. Dus niet de enkeling viert het Pascha, niet de enkeling viert het avondmaal, maar het gaat over het gehele volk van Israël dat het Pascha vierde. En het gaat in de gemeente, gaat het om de gemeente van Christus in haar geheel, die het avondmaal viert. Als gemeenschap rondom Christus. En hier, in de historische context, gaat het hier over de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Zijn dat dan zulke vrome en zeer toegewijde christenen? Die volgelingen van Jezus. Ze hebben hem immers al 3 jaar gevolgd. Ze zijn al 3 jaar in zijn nabijheid geweest. Zijn dat zulke vrome christenen? Nou, als we eerlijk zijn, gemeente, moeten we ook de Bijbel maar zo lezen zoals dat het staat. En er niet meer van maken als dat het is. Het was gewoon helemaal nog niks met hun. Ze verstonden het niet, ze begrepen het niet. En sterker nog, nadat ze van het avondmaal af waren, gingen ze met elkaar in debat wie toch de belangrijkste is. Wie is nou de belangrijkste? Nou, Jezus zegt de belangrijkste is één, dat is degene die dient, die ander dient. En niet die het voor het zeggen heeft. De belangrijkste is die zichzelf verloochent, die zijn heiland volgt en die er voor mijn koninkrijk is om te dienen. Daar gaat het om. En dat zien we dan ook hier in de Bijbel, dat plaatsvindt. Avondmaal vieren, wat gebeurt daar? En als we dan weer opnieuw kijken naar de handen van de Heer Jezus, wat doen zij? Nou, dan lezen we dat zijn handen het brood breken. Zijn handen breken het brood. He, dat zat dus toen toch, dat was een harde matse was dat, hè? Dat was van het ongezuurde brood was dat, en dat werd gebroken. En hij spreekt daar dan over. Hij zegt, en hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het met de woorden, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En dan hebben we hier, waar we al een dinsdag over nagedacht hebben, dan gaat het hier erover dat Jezus dus zegt, mijn gebroken lichaam, dat ziet op de andere dag, dat ziet op de Goede Vrijdag. Op deze witte donderdag, en als we daar denken over het avondmaal, dan denken we ook na over Goede Vrijdag. Hij zegt dan, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Het lichaam van Jezus Christus is een gebroken lichaam, dat wordt gebroken als het ware. Zoals we uit Jesaja 53 ook met elkaar bemediteerd en gehoord hebben in de verkondiging, dat het lichaam als het ware verbrijzeld wordt. Dat betekent verpletterd wordt eigenlijk. Er is niets meer van over als een plaatsvervangend offer voor onze zonde. En dan zegt Jezus, dat doe ik in jullie plaats, doe dat tot mijn gedachtenis. Dus dat zien we in dat brood. En dat zien we in die, als u een stukje brood hier ook tot u neemt, dan denkt u daaraan, aan het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis. En hij nam ook de drinkbeker. En hij zei, de drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. He, dus dat is dat nieuwe verbond, het oude bloed van stieren en van bokken en de offerdieren.
dat heeft geen effect meer. Daar heeft God geen, absoluut geen behagen in. Maar het bloed van Jezus Christus, dat is het bloed van het nieuwe verbond, wat hij getranspireerd heeft aan daar in de Hof van Gethsemane. Het bloed van Jezus dat gedruppeld heeft van de kruispaal, van het kruishout van Golgotha. Het bloed uit zijn zijde, wat gestroomd heeft nadat die soldaat er zijn spies in stak, water en bloed. Dat is verzoenend bloed van het Lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan zegt Jezus dan, dat heb ik voor u gegeven. Dat zijn zijn handen die nu nog het brood breken, die worden straks geslagen aan het kruis. De voeten die de weg van de vrede verkondigen, die worden straks vrijdag vastgeslagen aan het kruis. Als het Lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt. En zo dient hij ons als mensen, als mensheid ook. Wij worden dan bediend door hem. Hij dient ons als het ware in zijn verzoening, in zijn redding. Maar ook geeft hij ons een voorbeeld. Een voorbeeld geeft hij ons mee dat wij geroepen zijn elkaar te dienen. Dus niet de meeste en de belangrijkste te zijn, maar de belangrijkste is hij die dient. Dat is zij die ander dient, die ervoor gaat in de verloochening van zichzelf en in het volgen van de Heer Jezus en zijn voetstappen ook te drukken. Avondmaal vieren. In deze coronacrisis vieren we geen avondmaal. Normaal was u dat gewend om dat met Goede Vrijdag te doen, maar nu niet. Nu gedenken we slechts zonder avondmaal te vieren. En dan is het de vraag, gemeente, of we dat missen. En missen we het avondmaal? En missen we dat we als gemeente samen mogen komen rondom brood en wijn? En dat we naar voren mogen komen en dat slokje wijn te drinken aan zijn tafel en dat stukje brood te eten aan zijn tafel, gedenkend zijn lijden en zijn sterven voor zijn gemeente, voor ons persoonlijk. En nu moet u eens afvragen, ga ik dat nou missen? Of zeg je van, nou ja, jammer, volgende keer beter. Ja, dat zou ook kunnen. Dan heb ik het idee dat u niet helemaal betrokken bent op het offer van Jezus Christus. Dat u de geloofsbetrokkenheid op hem mist. En daarom heeft de Heere God het misschien wel gegeven als een testcase. Een testcase, een beproeving om ons te beproeven als het nu niet gevierd kan worden. Zoals dat het vroeger in Israël het Pascha ook soms niet gevierd kon worden in barre tijden of in ballingschap of waar ze ook waren. Maar dat wij nu het zouden missen. Dat we zeggen van nou, ik had zo graag gewild. Ik heb er zo'n verlangen naar, maar het kan niet. Ik ben me bewust dat had het onder u leeft. Ik ben me ook bewust dat er onder u zijn die zeggen van, nou ja, jammer toch. Ik sla wel eens meer een keer over. Want ja, als ik andere dingen te doen heb, ja, dan zij dat zo. Dan gaat dat voor. Ja toch? En nu gaan we het missen. Goede Vrijdag, geen avondmaal. We blijven allemaal thuis. We luisteren naar het woord via YouTube of via kerkomroep. En in gedachten zien we dan de Heer Jezus lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Waar hij de zonde van de wereld op zich neemt. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Ik heb met begeerte begeerd, zegt Jezus tegen zijn discipelen, waarvan hij wist dat zij zonder hem niets kunnen doen, maar ruzie zoeken over de meesten. Hij zegt, ik heb met begeerte begeerd het avondmaal met u te houden, eer dat ik lijde. En wij gedenken bij het avondmaal aan zijn lijden. Ook nu we min of meer in de ballingschap zitten van de coronacrisis, zien we toch verlangend uit dat hij in die crisis van ons gekomen is. In de gebrokenheid van mensen gekomen is.
als een die dient. Opdat u, ziende op hem, zou dienen. Diegene die op uw weg geplaatst is. En die u op uw levensweg tegenkomt. Om hem, om haar te dienen. Zoals Jezus ons gediend heeft. Zullen we samen bidden. Heere God en Vader, wij danken u dat we op deze avond met elkaar na mochten denken over uw lijden en uw sterven, over het Pascha, het feest van de bevrijding van Israël, mogen wij vieren het feest van de bevrijding van Jezus Christus. Van de zonde, de bevrijding van de zonde, de bevrijding van de duisternis, de bevrijding van alles wat ons bezighoudt en wat ons naar beneden drukt. Geef dat we met Goede Vrijdag mogen gedenken dat u uw leven gegeven heeft voor ons, voor de wereld verloren in zonde en schuld, dat ieder die in hem gelooft het eeuwige leven zou hebben. Gedenk ons zo in onze moeite en zorg, ook rondom de vragen die ons bezighouden, de dingen waar we zo'n verdriet van hebben. Hoort u ons zo, in Jezus' naam. Amen. Ik wens u nog een goede avond en tot morgen.